Ik ben Inge Vervotte, voorzitter van het dagelijks bestuur van VZW Emmaüs. Wij zijn een sociale organisatie met meer dan 24 voorzieningen en met meer dan 6000 medewerkers. Wij hechten heel veel belang aan een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de gebruiker. Daarom hebben wij heel veel nood aan competente medewerkers, maar hechten wij ook belang aan een goede combinatie arbeid en privé-tijd. Ik wil een HR-beleid waarin we de mensen zoveel mogelijk de kans geven om zich te ontplooien en daarin is een belangrijke rol voor de VDAB weggelegd. Werken in de zorgsector is werken met je hoofd, je hart en je handen. En het is ongelooflijk hoe divers de profielen zijn die samen goede zorg aanbieden. In 2014 ontving VDAB 6.491 vacatures uit de zorgsector. Niet alleen voor verplegend personeel en medische profielen, maar ook voor ICT, horecapersoneel en technici. Karen, vorig jaar ontving de VDAB meer dan 6.000 vacatures voor de zorgsector. En die vacatures die zijn niet allemaal even makkelijk in te vullen. Hè? Daar zitten ook wel wat knelpunten bij. Het is een sector die heel diploma-gericht is. Dus je moet al dat diploma hebben om in die sector te werk gesteld te geraken. Dan heb je ook nog het feit dat de vraag, het aantal vacatures en het aanbod, het aantal mogelijke kandidaten, dat komt niet altijd overeen. Dus daar zitten we ook wel met een probleem. Nu, de VDAB, welke rol speelt die daarin? Hoe pakken jullie dat aan? Wat VDAB voornamelijk doet, is screening van de potentiële kandidaten. Kijken welke kandidaten zijn eigenlijk direct inzetbaar in die sector. Verder doen we ook acties rond het toeleiden van kandidaten uit het buitenland. Ja. En tot slot hebben we ook nog het IBO. Dus als individuele beroepsopleiding in de onderneming. Vrij recent kan dit ook voor zorgberoepen. En we hebben ook een IBO met taalondersteuning, zodoende dat de kandidaten met het juiste diploma uit het buitenland, dat die onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt in België. Bovendien organiseert VDAB in samenwerking met enkele partners specifieke opleidingen voor de zorgsector. Vorig jaar studeerden 3.599 verpleegkundigen af, 107 mensen slaagden voor een opleiding kinderopvang en er werden 2.838 nieuwe zorgkundigen en verzorgers opgeleid. Meer dan 70% van deze cursisten was na 6 maanden aan het werk in de zorgsector. En hoe vindt een werkgever daar dan zijn weg in? Hoe vindt hij de juiste mensen die hij nodig heeft? Ja, daarvan zijn eigenlijk die servicepunten zorg in het leven geroepen. In dat team zitten collega's die een affiniteit hebben in de zorgsector. En willen wij de werkgever met raad en daad bijstaan in het invullen van hun vacatures. En daarvoor organiseren wij regelmatig acties om werkgevers daarin te ondersteunen. VDAB heeft 22 zorgpunten verspreid over heel Vlaanderen die je de geschikte kandidaat helpen vinden voor jouw zorgbedrijf. De VZW Emmaüs, dat is de zorgkoepel van de provincie Antwerpen, werkt voor HR-beleid nauw samen met de VDAB. Eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Knelpuntfuncties, die dat we toch ook nog altijd hebben, zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. De collega's van VDAB in de servicepunten zorg, die hebben toch wel een beter zicht op de mogelijke geïnteresseerde werkzoekenden in onze regio. En af en toe doen we ze een groot project. En ook daar zijn we heel blij dat we met VDAB en met hun partners kunnen samenwerken. Zo'n groot project was de oprichting van een nieuw zorgcentrum Ambroos in Zemst. 100 nieuwe vacatures met heel uiteenlopende profielen moesten in één keer worden ingevuld. VDAB is een heel goede partner geweest, niet enkel voor de verspreiding van de vacatures, maar ook om mee met ons verder te denken. En dan zijn we rond de tafel gaan zitten met VDAB, maar ook met de Technische School in Mechelen, het Centrum voor Volwassenenonderwijs. We hebben samen een verkorte opleiding voor zorgkundigen uitgedokterd. En dat is een heel mooi succes geweest. Absoluut een mooie samenwerking en een goed voorbeeld van hoe de VDAB ondernemers ondersteunt van bij het plaatsen van de vacature tot aan de ondertekening van het contract. Wij zijn tevreden over de samenwerking met de VDAB en voornamelijk omdat deze leidt tot concrete oplossingen. Vooral in onze permanente zoektocht naar nieuwe medewerkers, maar ook voor nieuwe projecten. Wij appreciëren vooral de open dialoog en de constructieve samenwerking. VDAB en VZW Emmaüs, samen sterk voor werk.